Ja, daar staat Paulus nog met het briefje in zijn hand en buiten woedt onverminderd de heksenbui. Het was natuurlijk erg vervelend dat we vorige keer het verhaal op zo'n spannend moment moesten afbreken. Paulus staat dan ook te trappelen van ongeduld, want hij wil graag weten wat er in dat briefje staat. Gregorius daarentegen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich languit op de grond uit te strekken en eens lekker te gaan slapen. En nou moet Paulus hem eerst nog wakker maken ook. Toch, Gregorius, word nou toch alsjeblieft wakker toe nou. Hou nou op met dat gesnurk. Wat zeg je, Paulus? We moesten toch wachten tot de volgende keer? Ja, dat moesten we, maar het is nou de volgende keer. We zijn al lang weer begonnen. Vertel me nou gauw hoe jij aan dit briefje bent gekomen. Ja, ik ben al wakker. En ik weet ook alweer dat dat briefje, dat werd onder mijn zeur doorgeschreven. Ik bedoel, onder mijn scheerschoor gedaveld. Je bedoelt onder je deur doorgeschoven? Maar nou wil ik wel weten wat erin staat. Nou, dat weet ik niet. Ik kan niet lezen. Lees jij het maar. Ik doe mijn best, maar dat valt niet mee. Jij bent met dat briefje door de regen gehold. En het is helemaal doorweekt en groezelig. En de lettertjes zijn geplekt. Maar voor zover ik zien kan, is het wel het handschrift van Eucalypta. Oh, dat dacht ik wel. Van Eucalypta. En dat voorspelt niet veel goeds. Hou stil. Ik geloof dat ik nou weet wat er staat. Beste Gregorius, ja, daar begint het mee. Vannacht klokken 12. Ja, lees ik dat nou goed? Ja, dat lees ik goed. Ja. Vannacht klokken 12. Kom ik bij je inbreken. En het is ondertekend door Eucalypta de heks. Gommeniggy, wat erg, hè? Natuurlijk is dat een list, hè? Dat kan niet anders. Waarom zou Eucalypta bij jou inbreken? Wat valt er nou te zoeken in een dassenhol? Niks. Helemaal niks. Maar ik ben wel erg ongerust. Ja, ik durf niet alleen naar huis. Ach, Paulus. Zou jij me niet eventjes willen wegbrengen? Wegbrengen? Ik jou wegbrengen? Maar dan moet ik mijn boom alleen laten. En ik heb Oeguburu en Salomo beloofd. Maar het gaat toch niet om jouw boom? Het gaat om mijn hol. Eucalypta schrijft zelf dat ze bij mij wil inbreken en niet bij jou. Paulus, doe nou. Ga jou met me mee. Ik ben zo bang. Ik durf niet in mijn eentje. Stil maar, ik zal het wel doen. Is het al 12 uur? Nee, nog niet. Maar dat scheelt niet veel. We moeten voortmaken, Gregorius. Ik trek mijn regenjasje wel aan. Waar is mijn lantaarnetje? Oh, hier. Aansteken. Oh, dat zijn mijn lucifers dan. Doe nou, gauw. Zo. Ja, ziezo. Ja, voor hoe gaan. We kunnen. Daar gaat ze, mijn rippels. Ik dacht wel dat Paulus erin zou vliegen. Mijn moeite is dus niet voor niets geweest. Een geweldige heksenbui heb ik ontketend. Alleen om de aandacht af te leiden. Nou, het is mooi gelukt, hè. Ze zijn er vandoor, die sufkoppen. Ze gaan samen het hol van Gregorius verdedigen. Terwijl de kabouterboom onbewaakt is. De rest is een geledigheid voor mij. Even kijken, de deur is open, ja hoor. Paulus heeft het de haast vergeten om die op slot te doen. Ik kan er zo in. Daar glipt Eucalypta naar binnen. Haastig rommelt ze rond in kisten en kasten. Ze kijkt onder tafels en stoelen. Dan klimt ze vliegensvlug tegen het laddertje op en komt zo in het slaapkamertje van Paulus. Met een paar stappen heeft Eucalypta het kabouterbedje bereikt. Ze trekt de dekens weg en graait onder de matras en dan... Daar heb ik het al te pakken. Het kruikje levenswater. Voor elkaar allemaal. Ik heb gevonden wat ik zocht. Nou is het gedaan met de macht van het kleine lastige kereltje. Voortaan is Eucalypta koningin van het grote bos. En iedereen zal naar mijn pijpen moeten dansen. Hoera! Even snel als ze naar binnen is geslopen, schiet de heks nu ook weer naar buiten en verdwijnt tussen de bomen. Op hetzelfde ogenblik houdt de regen op. Het wordt heel stil overal. Geen donderslag weer klinkt meer. De heksenbui is over. In de verte slaat een torenklok 12 uur. En Paulus en Gregorius staan samen onder het afdakje voor het dassenhol.
Ze horen de klokslagen en kijken elkaar aan. Eucalypta is nergens te bekennen. De wolken drijven snel weg. De hemel wordt weer helder. Fijn, hè? Het is voorbij. Weg, Blonder. Weg, Bliksem. Zeg dat wel. Weg, Donder en Bliksem. Maar ik heb nou toch wel het gevoel dat ik op een verschrikkelijke manier ben meegenomen. Oh, Gregorius. Ik had nooit uit mijn boom moeten gaan. Ik had de raad van Oeguburu en Salomo moeten opvolgen. Nou ja, je hebt mij veilig thuisgebracht. En dat is ook wat waard. Ik ben al helemaal niet bang meer. Des te beter. Wacht, ik blijf geen ogenblik langer bij je. Ik moet meteen naar huis. Weg, roept Paulus. Zijn voetjes klatsen over het natte mos. Hoe dichter hij bij zijn boom komt, hoe meer hij vermoedt wat er gebeurd is. Vanuit de verte ziet hij het deurtje al openstaan. En als hij zijn kamertje binnenkomt stormen, ziet hij de kasten en de kisten waarin gerommeld is en stoeltjes die ondersteboven liggen. Het is eigenlijk al niet meer nodig om boven te gaan kijken, maar Paulus doet het toch. In zijn slaapkamertje ligt alles overhoop. De dekens op de vloer, de matras ondersteboven en, zoals te verwachten was, het kruikje levenswater is verdwenen. Van pure narigheid gaat Paulus op de grond zitten en staart moedeloos voor zich uit. Eucalypta is me te slim af geweest. Mijn kostbare levenswater gestolen. Wat moet ik nou beginnen? Ik zou Oeguburu en Salomo wel om raad willen vragen, maar dat durf ik echt niet. Ze zullen het me vreselijk kwalijk nemen dat ik zo onvoorzichtig ben geweest. Nee, Paulus, dit keer moet je niet op hulp van anderen rekenen. Je hebt jezelf in de narigheid gewerkt en je moet er ook zelf maar weer uit zien te komen. Vooruit, blijf hier nou niet zitten treuren. Daar schiet je geen zier mee op. Doe iets. Het kan niet schelen, wat, maar doe iets. Even nadenken. Wat kan ik nou het beste doen? Ik moet weten wat Eucalypta verder gaat uitvoeren. Ik moet er dus heen. Naar het heksenhutje. Nou, dadelijk. Ja hoor, ik ga al. Er komt een vastberaden uitdrukking op het gezicht van Paulus. Die kleine boskabouter laat zich niet zo gauw uit het veld slaan. Natuurlijk is dit een geweldige tegenslag voor hem. Maar tegenslagen zijn er om overwonnen te worden. En Paulus is niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. Zonder aarzelen stapt hij naar het hutje van Eucalypta. Daarbinnen hoort hij de heks grinniken. Die is in een uitstekende bui, dat spreekt vanzelf. Ze staat voor de spiegel en bekijkt zichzelf met welgevallen. Eucalypta, dat heb je keurig gedaan. Nu ik het levenswater eenmaal in mijn bezit heb, kan ik meer toverkunsten doen dan ooit. Koningin zal ik worden. Koningin van het bos. Wel niet zo mooie koningin. Maar wel een machtige. En ik zal mijn macht nou meteen bewijzen. Ik ga nou dadelijk een allerleukste verrassing klaarmaken voor dat nare dikke kabouterkereltje. Hij zal het weten. Wat is mijn toverboek? Ik zal eerst op mijn gemak iets fraais uitzoeken. Hier heb ik mijn boek. Eucalypta gaat in haar makkelijke stoel zitten met het toverboek op schoot. En aangezien ze met de rug naar de deur zit, kan Paulus mooi van de gelegenheid gebruik maken om naar binnen te glippen en zich onder de tafel te verstoppen. Daar kan hij alles verstaan wat Eucalypta zegt en bovendien zien wat ze gaat uitvoeren. Een gevaarlijke schuilplaats is het natuurlijk wel. Maar Paulus houdt zich muisstil en Eucalypta zal toch vast niet verwachten dat zo'n kereltje dapper genoeg is om zich in haar eigen hutje te verstoppen. Oeh, als die Paulus eens wist wat hem boven het hoofd hing, wat zou die bang zijn? Maar hij weet gelukkig van niks. Ik heb alle tijd om een toverkunst voor te bereiden. Wat zal ik nou eens van hem maken? Een kiezelsteentje? Een spilletje? Een kakkerlak? Ach nee, ik weet toch iets veel beters. Een schildpad! Hoe vind je dat? Goed idee, hè? Ja, een alleraardigste inval. Ik maak van Paulus een lekkere vette schildpad. Ik hou mijn poesje als huisdier en daarna, och ja, waarom ook niet. Daarna kan ik altijd nog schildpadsoep van hem maken. Heerlijk, schildpadsoep. Hey, jochie, ik ga meteen naar de slag. Vanavond nog zal ik, nee, ik zal vanavond niks meer. Dat is nou altijd, hè. Net als het leuk gaat worden, is de tijd weer om.